Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor jullie. Ik ben naar de stad geweest en heb daar een aantal dingen gekocht. En het leek mij wel leuk om jullie te laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben bij verschillende winkels geweest. Mediamarkt, de Kruidvat, Primark, Bershka en de Van Haren. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Dus ben je benieuwd naar de spulletjes die ik shopte? Zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen gewoon opnoemen van de producten, want van het meeste weet ik het ook nog gewoon. Bij Kruidvat kocht ik een lippenstift en dat is deze van Essence. Dit is de Mat Mat Mat. Het is nummer 5. Even kijken of die ook nog een naam heeft. Hij heeft de naam 05 Ready or Not. En dit is een hele mooie matte rode lippenstift. Ik vind hem echt heel erg mooi. Zo ziet hij eruit. Hier komt ook nog een review van op mijn blog, dus... mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je daar ook altijd even naar kijken. De link van mijn blog die staat ook in mijn beschrijving. Maar ik vind dit echt een hele mooie lipstift en ik ben hier heel blij mee. En deze lipstift kostte 2,40 €. Dan was ik bij een winkeltje, ik weet de naam niet. Maar daar hebben ze gewoon van die bakken staan met allerlei koopjes, zeg maar. En dan kwam ik dit bord tegen. Dit is een soort regisseursbord, maar zo'n klapbordje, zeg maar. Dat zo'n regisseur zich dan als het klaar is of als het niet goed gaat en dan is het dit. Ik had zo'n bord echt vorig jaar al een keertje gezien bij de Vibra. Toen heb ik hem niet gekocht en daar had ik later een beetje spijt van. En nu kwam ik hem dus in dat winkeltje tegen. Ik denk ook dat je hier zelf nog wel met een krijt op kan schrijven. Ik weet niet of ik dat ga doen of dat je het weer afhaalt. Maar ik vond het ook wel leuk als achtergrond voor mijn blog. Ik gebruik zo'n klapbord, heb ik ook verwerkt in mijn bullet journals. Ik vond het heel erg leuk om deze te hebben. Dit klapbord kostte 3,95 €. Dan kocht ik een nieuwe iPad. En dit is best wel een dure uitgave. Ik had een iPad en dat is nog een iPad 2. Die komt nog uit 2012. Tenminste, toen heb ik hem gekocht. Maar die iPad die was gewoon eigenlijk wel een beetje aan het einde van zijn Latijn. En ik miste gewoon heel erg dat ik geen spelletjes bijna mee kon spelen. Dat hij gewoon niet meer goed functioneerde. Ik kon hem ook niet meer updaten. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk al heel erg lang een nieuwe. Eigenlijk al een paar jaar. Dat ik dacht, oh, weet je, ik wil het nieuwe. En dan zag ik weer een mooie die uitkwam. Dat ik, oh, die zou ik echt wel heel graag willen hebben. Nu kon ik eindelijk een nieuwe kopen. En dat is deze geworden. Hij zit nog in de doos. Ik heb hem nog niet uitgepakt. Ik heb er nog geen hoesje voor en ook nog geen screen protector. Dus ik laat hem nog even in de doos zitten. Ik wil hem wel graag gaan gebruiken, maar ik moet gewoon even wachten. Dit is de 6e generatie met 32 gigabyte. Ik heb hem in de kleur Space Gray. Dit is een zwarte iPad. Deze komt uit 2018 en die kun je ook bedienen met een... pennetje. Die zit er niet bij, maar die kun je dan loskopen. Maar dat vind ik op zich niet nodig, want ik kan het met mijn vingers prima. Maar hier ben ik ook wel heel blij mee. Dan kocht ik bij Van Haren sandaaltjes. Dat zijn deze. Ik zal ze zo even uit de doos halen. Deze waren 25 euro. 24,99 €, maar oké, het wordt afgerond. Dat zijn deze sandaaltjes. Heel simpel, maar wel heel erg leuk. Op de achterkant zit een ritsje. Ik zal even een aanbeeld plaatsen, zodat je ook kan zien hoe ze staan als ik ze aan heb. Maar ik ben echt heel erg blij met deze sandaaltjes. Ik wilde deze ook al een paar jaar hebben en elke keer greep ik mis, want de gangbare maten zijn er het snelst uit. En nu kwam ik ze tegen. Ik heb ze in maatje 39. Normaal heb ik maat 40, maar die vielen best wel groot. Dus ik heb ze nu in maatje 39. Dus deze sandaaltjes vind ik super leuk. En ik vind het ook leuk om af te wisselen. Weet je, soms in slippers bij, maar soms onder een rokje vind ik sandaaltjes net leuker. En de sandaaltjes die ik had, die waren ook al super oud. Dus het was wel een keer tijd voor nieuwe. Dan was ik bij de Bershka. Dit was de eerste keer dat ik bij de Bershka kwam. Ik was er echt nog nooit geweest. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Jackie. Er liep een spinnetje. En ik heb daar broeken gekocht. Ik was al heel erg lang op zoek naar ripped jeans. En ik had ze ook al een tijdje gezien bij de H&M. Maar ik had ze ook eigenlijk nog nooit aangehad. Maar elke keer dan... of de maten waren er alweer uit. Of...
Dan waren ze weer even in de sneeuw, later weer niet. Dus dat vond ik een beetje jammer. Nu kwam ik dus bij de Bershka en kwam ik deze ripped jeans tegen. Ook hiervan zal ik aanbeeld plaatsen. En dat is een witte geworden. En die heeft dus aan beide knieën heeft die gaten. Ik vind het echt super tof. Ik wilde heel graag een witte. Het is wel een high-waisted broek. Daar moet ik wel aan wennen, want dat ben ik normaal niet gewend. Ik heb hem in maatje 38. Ik had misschien 36 ook wel aangekund. Maar qua lengte moet ik altijd aan denken, omdat ik best wel lang ben, zeg maar, dat ik daar rekening mee moet houden. En deze broek die was 19,95, als ik het goed heb. Hey, waar is het? Prijskaartje. Ja, 19,99 was deze. En diezelfde broek die kocht ik ook in het zwart. Ik wilde heel graag zwart en wit. Ik vind het altijd fijne kleuren om te dragen. En die heeft dus ook die gaten. Maar dat zul je wel zien bij de aanbeelden als ik ze aan heb. Hoe dat staat. Ook deze in maatje 38 was ook 1999. En hier ben ik heel erg blij mee. Omdat ik dit gewoon al heel erg lang wilde. Eigenlijk al een paar jaar. En elke keer dan kwam het er niet van. En nu heb ik dus ripped jeans. Ben ik ook bij Primark geweest en ik zal van de kleding die ik heb gekocht zal ik aanbeelden plaatsen behalve het ondergoed, want dat vind ik iets te persoonlijk, dus dat doe ik niet. Ik kocht een setje, ik had weer even wat ondergoed nodig en ik moet zeggen, ze hadden niet zo heel veel setjes. Ik heb vorig jaar heb ik nog twee hele leuke setjes gekocht daar en dat was gewoon veel meer. Nu hadden ze niet zoveel. Dit broekje heb ik gekocht. Ik vind het wel een leuk broekje. En daarbij dus deze BH. Die worden daarbij. Die heeft een gekruiste achterkant. Vind ik wel heel erg leuk. Staat ook wel altijd heel erg mooi, vind ik. Dus die kocht ik. Dan kocht ik pyjama's. Ik vind de pyjama's van Primark heel erg fijn. Ik draag graag, nu het zo warm is, ook pyjama's met een kort broekje en een hemdje. En dan kocht ik allereerst deze met een kat. Er staat op I'm hungry op het broekje en miauw. En deze heeft ook een beetje glittertjes. Dus ik hoop dat het een beetje mooi blijft in de was. Catnaps en snacks. Dus dat is deze. Dit broekje was, of dit setje was 7 euro. En ik heb hem ook weer in maatje 38 genomen. Want dat zit gewoon eigenlijk altijd goed. Ik heb de prijs van het ondergoed niet genoemd. De BH was 10 euro en het broekje was 6 euro. Dus. Dan deze pyjama. Die moest mee. Want deze die is gewoon echt op mij gemaakt. Lijkt het. Het is natuurlijk niet zo. Maar zo voelde het. Er staat op hashtag selfie kit. En er zit allemaal make-up in. Zoals je kan zien. Op het broekje staan lippenstiften en ook nagellakjes. Echt super leuk. Dit setje vond ik zo leuk. Ik wist toen ik hem zag, oké, deze moet ik hebben. Ook deze heb ik in maatje 38. En ook deze was 7 euro. Dan kocht ik een riem. Ik had deze riem al een hele tijd op het oog. En ik kom niet heel vaak bij de Primark, moet ik zeggen. Maar ik was heel erg blij om te zien dat ze deze riem nog hadden. En dat is dit riempje. Het is een soort infinity teken. Het lijkt een beetje op een dupe van de Chanel riem. Maar deze vond ik echt super top. Deze riem was 5 euro. Je had hem ook in een dunner variantje. En die was dan 4 euro. Maar ik hou vaak van wat dikkere riemen. Nou, je doet hem ook heel simpel. Kan je hem gebruiken. Want je steekt hem hier doorheen. Wacht even hoor. Moet dat wel lukken natuurlijk. Nou, nu doordat het kaartje zo eraan zit, gaat dat een beetje lastig. Maar het is de bedoeling dat je hem hier doorheen steekt. En dan kun je hem gewoon vastmaken met zo'n knoopje, zeg maar.
Zo zit hij dan vast, maar dan zit dit hier dus doorheen. Dus zo staat het dan. Ik vond deze riemen vroeger altijd al heel erg fijn. Ik heb ze vroeger vaak gehad. En ik wist eigenlijk helemaal niet of het nog te koop was. En toen ik deze zag, ja, is die in mijn mandje beland. Dan kocht ik nog een paar sokken en ik heb sokken met Disney figuurtjes. Ik vind dat altijd wel leuk. Ik heb al vaker zo'n 3-pack met sokken gekocht bij de Primark. Zijn gewoon heel erg fijn. Deze sokken zitten erin. Je hebt Minnie en Mickey Mouse samen en eentje met Mickey Mouse los en eentje met Minnie Mouse los. Deze zijn €3,50 en dit is de maat 37 tot 42. Dus dat is wel fijn dat ze eigenlijk gewoon meerekken. Dat je ze gewoon, ja, de gewenste schoenmaat of de gangbaarste schoenmaat, die passen deze sokken gewoon. En dan het allerlaatste item wat ik kocht. En dat is dit chill broekje. Ik vind het gewoon lekker, zoals met die warme dagen. Als je gewoon thuis bent, je hoeft niet weg om gewoon zo'n broekje te dragen. Het is eigenlijk een soort sportbroekje. Stond er tenminste bij die plaat. Maar ik vind dit kan ook prima voor thuis. Dit broekje was €3 en ik heb hem in maatje 34. Hij is zo stretch dat ik hier gewoon in kwam. En daar was ik heel blij mee, want ze hadden ook geen grotere maten. En ik had gewoon zoiets toen ik op zag, oké, weet je, ik neem een pak een maatje 34 mee, ik ga hem passen. Mocht hij niet passen, leg je hem weer terug, weet je, zo simpel is het. Volgens mij is het touwtje hier eruit. Oh, wacht, dat ga ik even gelijk fixen. Dat kan ik niet tegen. Oh, nee, ik moet hem even terugtrekken. Hij zit iets verder dan ik dacht, maar ook dit broekje vind ik super leuk. Dan waren dit ook alweer alle spulletjes die ik kocht. Ik ben heel erg blij met de spulletjes. Ik heb nu de shop nog opgenomen, dus ik kan het ook gaan gebruiken. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat Primark duurder wordt. Want eigenlijk had ik niet eens superveel spullen en je bent dan toch best wel weer een bedrag kwijt. Nou had ik natuurlijk wel een paar duurdere spullen erbij zitten, maar ik heb het idee dat die vroeger goedkoper is geweest. Ik moet niet zo, maar ik wil niet. Nou ja, niet dat het nu duur is of zo hoor, maar ik kan me heugen dat ik wel eens met een vollere tas naar buiten ben gekomen en dat ik ongeveer hetzelfde bedrag kwijt was wat ik nu moest betalen. Maar goed, ik ben heel erg blij met mijn spulletjes, dus ik vond het leuk om dit jullie ook aan jullie te laten zien. Ik wil je voor nu dan ook weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je gelijk een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!